Je hebt wel eens geroepen dit seizoen dat je wel iemand van AZ wel eens bij Oranje zou willen kunnen zien. Er was gisteren die voorselectie bekendgemaakt. Er zat iemand van AZ bij. Heeft jou dat verbaasd? Nee, maar ja, ik vond het als coach van AZ zelf altijd heel vervelend als trainers hun eigen pupillen gingen naar voren gingen brengen. Dus dat laat ik toch maar niet doen. Ja, dus heb je misschien een beetje spijt van die uitspraak van eerder dit seizoen? Nou, ik heb geen spijt ervan. Nee, zonder meer niet. Kan je wel vinden met die selectie van juist trainer? Heb je daar vast wel een mening over? Ja, nee, maar dat is ook niet belangrijk. Ik heb er wel een mening over, maar dat is voor Vergaal niet belangrijk. Ik heb misschien wel een mening over het systeem wat nu gespeeld gaat worden. 5-3-2, dat is weer een nieuw systeem. Wat vind je van die switch? Dat heb je zelf ook eens gedaan. Is dat een moderne tactiek? Nou, ja, of het nou modern is of niet, het gaat vooral ook om de intentie hoe je dat systeem wil spelen. Je kunt het heel aanvallend uitvoeren en je kunt ook heel defensief spelen. Maar Van Gaal kennende, die heeft zich daar echt wel hoe heet het op zijn mooi Nederlands? Ja, echt wel goed bekeken als die dat systeem gaat spelen, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Want dat is een perfectionist, dus die weet precies wat hij kan verwachten. En dat is in goede handen. Dus nu hebben ze toch de tijd om dat te trainen. Ik heb er eigenlijk wel een goed gevoel over. Je hebt het als trainer ook wel eens gedaan, een nieuw systeem invoeren. Het is vrij plotseling. Kan dat zomaar? Nou ja, plotseling. Kijk, ik ben bij AZ in een groep gekomen wat al bestond. Het was een bestaande groep. Kijk, Louis heeft zijn eigen groep samengesteld. Dus hij weet precies wat hij met die groep kan. Of 4-3, 5-2, 3-5-2, dat soort termen. Dus dit heeft hij echt wel van tevoren ingecalculeerd. Ja, je bent natuurlijk een collega van Louis. Vind je dat dan ook lekker om na te denken over zo'n tactiek? Denk je dan met hem mee, zonder hem te adviseren? Maar als je dat dan zo hoort, 5-3-2, denk je, ja. Ga je dan ook zelf die poppetjes weer invullen? Nou, die kan ik ook wel voor me invullen. Zeker de voorste drie. Nou, noem ze maar. Nee, dat doe ik dus niet.